Mijn rol binnen een Hermes-ensemble is heel abstract. Ik zie me daar vooral als een katalysator. Wat mij het meeste fascineert bij dirigeren is dat wij zelf geen instrument spelen. Jij bent de enige die geen klank produceert. Wat een dirigent wel doet, is de klank boetseren. Elk concert kan compleet nieuw zijn en komt er zeer grote onzekerheid. Want je vertrekt ook altijd van nul. Nooit is er iets verworven, je is altijd een opnieuw verhaal dat gaat schrijven zijn. En daar probeer ik te leiden, te laten bewegen, te laten leven, zodat iemand zegt, ik wil dat realiseren. Te kijken waar kunnen we dat plaatsen binnen het dromen en het realiseren en een product maken. Staat Hermes voor mij ook een soort bakermat, dat is een soort van inspiratiebron, die voor mij bijzonder werkt als vitamine, noem ik dat soms, omdat het zo kleinschalig is. Uitdaagt om ook te zoeken waar zijn die grenzen constant. Die grenzen zijn uiteindelijk niet bepaald bij ons. Er is een soort van oneindigheid daarin. Het medium waar wij in werken, klassieke muziek, is een bijzonder veeleisend medium. We zitten met ontzettend veel parameters waar dat we als muzikant moeten mee rekening houden. En ik denk dat dat de essentie is. Het is een ontzettende ambacht, een ontzettend veel zelfstudie, zelfdiscipline. Dan merk ik ook dat pas als dat verworven is, dan pas komt er een zone vrij waarin dat inspiratie mogelijk is. Ik geloof niet in inspiratie van in je zetel zitten en wachten tot dat komt. Het is altijd mooi om te horen Beethoven wandelde in de bossen rond Wenen en om inspiratie op te doen. Ik denk dat hij daar vooral rondliep om zijn zorgen te verleggen. En verwonderd is over de natuur. En dat brengt je natuurlijk binnen, zoals iedereen. Maar het gaat denk ik vooral om je ambacht volledig te bezitten en een zelfstudie constant verder te evolueren. Na een afloop van tijd komt er een zeer grote beroeps eer is er zeker, maar ook een gewoonte van ja, als ik het zo doe, dan lukt het wel. En dan komt ook weer die vraagstelling, is het proces die ik afga nog compatibel?